Goh, ja, dat is eigenlijk voor mij moeilijk te zeggen wat daar gebeurde. Maar hij, ja, ik ging een beetje proberen rechts uit te komen, want rechts was ruimte. En daar werken we eigenlijk samen naar rechts toe in de chaos. En dat was eigenlijk goed dat we samen konden blijven. En op een gegeven moment kon ik ook voorbij hem komen, want ik zat er eerst achter. Dan is dat altijd lastig, want dan kun je niet er voorbij of je moet hem echt bijna een kwak geven. En nu kwam ik echt zo net voorbij, langs de hekken. Dan kon ik rechts in het wiel van Grijpel. Ja, en richting de laatste kilometer was het rechts al langs proberen te rijden. En ik zag Kevin die daar zitten en dat was vrij van voor. En ik denk dat dat een goede positie was. Ik ben proberen een beetje langs te blijven rijden, dat hij daar kon inpikken. Dat lukte niet, geloof ik? Ja, ik heb geen idee. Dat weet ik niet meer. Verder heb ik, toen ik klaar was, toen verder niks mee gekregen. Dus. Eindigt dan met een vierde plek. Natuurlijk niet wat jullie op gehoopt hadden. Hoe was het, is het binnen de ploeg eigenlijk gereageerd op hetgeen dat hij in het begin van de dagen geen power had? Van de Tour, begin van de Tour bedoel je? Ja, gereageerd. Ja, je kunt er verder weinig aan doen. Dus gewoon herstellen, optimaal herstellen. En ja, gewoon hopen dat hij beter wordt. En vandaag was hij zeker wel beter. Dat kon ik sowieso wel zien. En ook richting die finale was het vrij lastig met heuveltjes en zo. Dus eigenlijk hoe die daar doorheen vocht en telkens die klims op randen, kon je ook zien dat het een stuk beter was. Dus hopelijk iedere dag beter ook. Morgen een lastige dag op het programma. Houden jullie rekening met een massasprint? Voor eerlijk gezegd heb ik nog niet echt veel naar de dag van morgen gekeken. Eigenlijk, ik was vooral met vandaag bezig en ik weet dat morgen wel lastig is, maar een stuk lastiger. Maar dat, ik ga zo meteen in het hotel even in het boek kijken en dan bereid ik me weer voor op morgen. Goed, spreek je daar morgen over. Dankjewel.